Is daar dan de ingang? Ja hoor, daar is de ingang van de watertempel. De grote waterbron van Hyrule. Ik ben benieuwd wat we hier allemaal moeten gaan doen. Zo, dus. Daar staan we dan voor een grote klodderfontein. Sidon staat al op ons te wachten. Dus genoeg tijd om even je duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit Nintendo kanaal. Ook zie je daar alweer van die zwevende waterbollen van de vorige aflevering. Sidon, wat gaan we hier aan doen, vriend? Wat imponerend. Ik kan haast niet geloven dat dit bouwwerk al die tijd in de lucht boven het Sora-paleis hing. Link, kijk dat eens. Daar komt het slijk vandaan. Geen twijfel mogelijk. We moeten daar iets aan doen. Oh, kijk, zie je? Er is nog maar één fontein die het doet. We moeten die andere... Of kraan. Het is een kraan. Het is geen fontein. We moeten die andere kranen openzetten. En Sidon die zegt... Ik heb het. Kijk, hij wijst er inderdaad naartoe. Zie jij het ook, Link? Als we dat water zouden kunnen gebruiken... Ja, precies. Dan zou het denk ik goed moeten komen met het slijk. Je ziet hier inderdaad al die meuk gewoon naar beneden lopen. Deze... Ga ik aanzetten? Dus even kijken wat hiermee gebeurt. Of we dan de tempel activeren. Oh, oh, nu gaat het alleen nog maar... Oh, nog maar meer los, wou ik zeggen. Oh, oké. Okay. Ja, ik zie het al. Oké. Okay. Dus als we dan die knop hier indrukken, dan valt het water daarop. Maar dit zal denk ik dan nog niet genoeg zijn. Zie je? Nee, dan komt het slijk gewoon weer terug. Maar dat mechanisme maakt wel het verschil. Er was alleen niet genoeg water. Hey, mysterieus lichie. Ja hoor. Oh ja, en geluid, ja. Dierbare afstammeling. Dit is de bron van het zuivere water van het Sora-paleis. Gebruik je kracht om de vier kranen te openen en hier water te verzamelen. Let's go, we kunnen nu zien waar dat dan allemaal al zit. Vertrouw op mijn woorden. Het is weer gebeurd en deze keer hoorde ik de stem luid en duidelijk. De vier kranen, ik snap het, als we die openen kunnen we meer water in de waterkruiken laten overvloeien. Laten we aan het werk gaan, Link. Samen kan niets ons tegenhouden. Let's go, Sidon! Het ziet eruit als een vrij, ja, kleine tempel. Hé, mijn makkers die zijn er ook allemaal bij. Oh, oh, choo-choo's. Hallo, choo-choo's. Choo-choo's jelei. Oké, hoe gaan we dit aanpakken? Ik kan hier denk ik gewoon lekker hier naartoe springen. Want we hebben natuurlijk nog steeds te maken met die gekke zwaartekracht. Het is bijna gewoon lichte kracht, zou je het kunnen noemen. Hieronder is water. Eens even kijken wat we moeten doen. Kunnen we daar naartoe springen? Ja, want we kunnen ook nog gewoon klimmen natuurlijk. Hier omhoog. Daar is een enemy. Sidon! Wow! Had ik gewoon niet zo heel veel leven of ging ik in één keer kapot? Jeetje, ik was gewoon even op Sidon. Waar is die dan? Hij zegt samen gaan we dit doen, maar ik zie hem helemaal niet. Hier ben je. Hè? Mattie, ik had je bescherming toch nodig, joh? Jongen, ik had wel gehoopt dat je me zou helpen gewoon. Heetje, dat ging echt nergens over, vriend. Oké, Sidon, let's go. Daar is nog een enemy. We gaan hem pakken. Oh, oh, ja, we gaan hem wel pakken. Oké, ze zijn wel makkelijk kapot te maken. Dat scheelt. Oh, 5 pijlen, die kan ik ook echt goed gebruiken. Oh, kijk, hier op dit blok zit ook slijk. Ik denk dat ik dat even met een pijltje weg moet halen. En bijvoorbeeld de watervrucht of choo-choo geleidje. Met choo-choo geleid kan het bijvoorbeeld ook. Oké, ja. Kijk. Ja, duidelijk. Dan kunnen we die bol in zo'n waterding gooien. En dan gaat die als het goed is daar naar boven. Kijk, zo. Die kunnen we dan daarin doen. En dan gaan we straks denk ik zelf maar even daar naartoe. Door gewoon even zo te springen. Zo, even wachten. Ja hoor. Kijk, oké. Dan gaan wij ook daar naartoe. Gaan we die bol achterna. Die zal wel ergens op de bodem van de zee liggen nu. Waar is die? Hij is niet hier? Oké, die... Ah, kijk, daar komt hij. Plons, lekker. Oké, niet verkeerde... Je plons de verkeerde kant, vriend. Je moet daar plonsen. Let's go. Ja, zakken maar. Moet ik dit leeg laten lopen? Werkt het anders? Waarom drijft die bal? Die bal is toch knijterzwaar? Hier, ga gewoon naar beneden. Zo. Oh, ik kan hem er gewoon zelf op drukken. Is dat hoe het werkt? Of gaat hij dan alsnog omhoog? Nee, dan gaat hij alsnog omhoog. Oké. Ik denk dat ik daar bovenop moet koekeloeren. Dus dit platformpje doen we even zo. Moeten we alle platformpjes een beetje... Ja, ik snap hem denk ik al. We moeten ze zo leggen en dan kan ik erop springen. En dan moet ik op de volgende springen en weer op de volgende springen of zo. Rick! Sukkel. Je kan gewoon op zo'n waterval, hè? Oké, maar dit is blijkbaar niet waar we moeten zijn. Ik denk toch echt dat dit leeg moet lopen op een of andere manier. Oké, wat is dit?
Het ziet er ook uit als een hefboom of zo. Wacht even. Helpt het als ik dan zo'n platformpie pak? En deze dan hier aan vastmaak? Dan moet ik deze even aanzetten zo. En dan dit omhoog doen. Zo. Ja, kijk, nu gaat het water zakken. En belandt die bol inderdaad daarin. Cool. En dan kan ik nu hierin. En dan moeten we iets met dit waterrad doen. Link, zie je dat? Ja, zeker. Ik heb hier zelf voor gezorgd, maat. Dit moet voor een van de kranen zijn. Het lijkt op een waterrad. Inderdaad, geef me je kracht, Zijden. Waar ben je, maat? Zijden? Kom eens hier. Waar loop je nou de hele tijd weg, jongen? Ik heb toch jouw hulpje nodig? We moeten dit toch samen doen? Jij bent toch de Zora-baas met waterkrachten? Come on. Kijk, anyway. Oh, kijk. We draaien de schroef los. En nu gaat de volgende kraan lopen. Ja. Oké, dus hierna nog 3 kranen te gaan. Oké, nou ja, duidelijk. Puzzeltje 1 opgelost. De volgende zit op -1. Die zit onder het beginstuk. Ik zag daar al wat water inderdaad. Kijk, we moeten daar dus naartoe. Dat is het beginstuk. En dan zou hier nummertje 2 ergens moeten zitten. Ik zie hier allemaal water. Dan kan ik denk ik gewoon onderdoor rennen als ik de kracht van Sidon heb. Maat. Oh, daar ben je. Hè. Of misschien... Ja, nee, ik kan dit niet uitdoen, denk ik. Ik ga gewoon rennen. Ja, nice. Oké, dan. Oké, hier is een knop. Daarmee zetten we waarschijnlijk het vuur uit. Of niet. Dan gewoon niet. Kunnen deze daar misschien wel op plaatsen? Gewoon zo. Ja, kijk, top. Dan zit hier het waterrad. Dan moeten we daar iets gaan doen. We moeten waarschijnlijk die bal hier zien te krijgen, denk ik. Kijken. Ja, die moeten we daar tegenaan drukken. Het ziet er op zich niet zo gek moeilijk uit, als ik heel eerlijk ben. Ik bedoel, als we deze bijvoorbeeld gewoon hier ergens neerleggen. Misschien moeten we hem even aandoen. Misschien wel makkelijk. En dan laten we hem gewoon hier ergens zweven zo. Kunnen we erop springen? Ik ben benieuwd of we vanaf de andere kant ook erop kunnen springen. Ik kan in ieder geval wel die bal erop leggen, denk ik. Ja. Oké, en zweef. Ja, nice. Oké, dan leggen we die bal op de volgende. Ook niet super ingewikkeld, lijkt mij. Kan gewoon, denk ik, via de muur omhoog klimmen. Moet ook niet zo'n probleem zijn. Dan kan ik hem gewoon vanaf hier, denk ik, wel daar naartoe halen. Toch? Dat lukt wel, toch? Ja, cool. Kijk, easy. Kan ik hem dan gewoon er tegenaan drukken en blijft hij dan zitten? Of moeten we iets bijzonders doen? Oké, we moeten wel iets bijzonders doen. Pak ik even een platform. En die ga ik zo draaien. Gaan we die bol eraan vastplakken. En dan moet ik zo precies wachten tot de batterij weer opgeladen is. Of kan ik dit nu alweer aanzetten? Nee, we moeten even wachten. Ja, oké, de batterij is weer vol. En dan kunnen we deze zo er tegenaan. Ja, toch? Ja, dit zou werken, toch? Hij blijft niet plakken. Ik heb hem toch aangezet? Oh, anders gooi je even je speer weg. Oké, zet hem aan. Ja, Rick. Hij is aan. Kantel dat ding. Druk hem erin en dan blijft hij zitten. Toppie. Oké, Sidon, let's go. Rad nummer 2. Hey, deze tempel gaat tot nu toe best soepel en snel. Tot nu toe is dit wel de makkelijkste tempel. Ik bedoel, de puzzeltjes die zitten niet heel erg verstopt en zo. Je kan er zo naartoe lopen en uiteindelijk zijn ze ook niet super moeilijk. Dus nou ja, als we dit tempo vasthouden, dan kunnen we deze hele tempo in één keer doen. Volgende 2 die zitten daarboven. Oké, moeten we alleen eens even kijken hoe we daarboven gaan komen. Kan Tulin daar niet bij helpen? Kan die bijvoorbeeld niet met een windvlaag? Nee, oké, Tulin kan niet helpen. Kan ik niet vanaf hier springen of zo? Doe, dan kan Tulin wel helpen. Die kan mij dan gewoon ver wegblazen. Gaan we gewoon helemaal hier naartoe, bovenste puntje. Kijken waar we nu zijn. Ja, kijk, dan moet ik daar gewoon boven kunnen komen. Dat is geen probleem. Dan gaan we gewoon zo. Geen idee of dit de bedoeling was, maar hé, het werkt. Dus waarom niet? Oh, wordt er nou een pijl op mij geschoten? Doe jij eens even normaal, vriend. Zijden, zullen we hem eens even aanpakken? Wat ziek idee. Oh, dit gaat bijna fout. Maar bijna is niet helemaal. Ijsvruchten. Blijkbaar hebben we hier ijsvruchten nodig. Joh, wat gebeurt daar allemaal, joh? Eerst maar eens even kijken wat hier allemaal te vinden is. Hieronder zit in ieder geval het rad waar we moeten zijn. Oh, kijk, ik zie het al.
Daar binnenin, daar zit een bol of zo, wat we denk ik moeten aanraken. Dus ik moet die ijsvruchten pakken. Dan moet ik denk ik daarop schieten, zodat die stil komt te staan, wou ik zeggen. Nee, dat werkt dus blijkbaar niet zo. Hoe zetten we dat ding stil? Oké, ik heb een idee, We gaan deze precies op de hoogte plaatsen van de opening. Of nou ja, in ieder geval ongeveer. Dan kan ik daar natuurlijk gewoon in teleporteren, denk ik. Nou heb ik een keer Sidon's krachten niet nodig en nou krijg ik ze wel. Dude, ik wil gewoon hier naartoe. En ik denk dus dat ik er toch een ijsvrucht in moet schieten. Maar als ik spring en dan natuurlijk mijn boog pak en dat een beetje gelukkig time. Nu time ik het precies ongelukkig, maar dat maakt niet uit. Dan kan ik daar natuurlijk op schieten. Dan moet ik alleen wel raak schieten. Nou even raak schieten. Zou fijn zijn. Daar is die. Moet het inderdaad met een ijspijl? Oh, ik had nu gewoon een normale pijl trouwens. Dat is blijkbaar ook gewoon genoeg. Ja, want als je springt en dan een pijl wil schieten, dan vertraag je natuurlijk de tijd. Sidon? Sidon? Waar ben je? Kom nou eens. Ik zie jou de hele tijd niet, jongen. Wat een draak. Gozer. Hoppakee, volgende kraan is open. Let's go, Sidon. Zie je trouwens een kistje staan? Die pak ik ook gelijk even. Kijk, oh paaltje, lekker. Die kan je natuurlijk gebruiken om je wapens bepaalde abilities mee te geven. Je kan ze ook gewoon verkopen, want ik bedoel, roepies, die krijg je niet zoveel in deze game, heb ik het idee. Nou, hier is het laatste rad. Ik zie hier water. Ik denk dat dit, ja, dit moet een waterrad worden. Zoveel lijkt me wel duidelijk. Denk ik dat ik die twee aan elkaar moet hechten. Zo ongeveer. Ja, zo. Vastmaken, let's go. En als ik dan deze hieraan vastmaak. Zo, dan denk ik dat dit zomaar een waterratje gaat worden. Oh. Ze moeten toch los. Zo, dat is één. En die andere eigenlijk er tegenover. Die zou ik dan hier ongeveer willen. Oké, kan ik nu dit ding ook draaien dan? Ja, zodat deze zo terechtkomt. Zodat hij ook echt gaat draaien. Ga maar draaien. Ja, top. Ja, lekker. Top. Super. Oké, dit gaat denk ik goed. Hoop ik. Ja, hebben we een bepaalde kracht nu geactiveerd? Ja, kijk hier. Deze is geactiveerd. Die blijft geactiveerd. Nou moeten we hier nog iets tussen zetten ter verbinding. Zodat de elektriciteit ook echt doorgegeven wordt. Ik bedoel, één zo'n steen. Ik denk niet dat dat genoeg is om dit rad door te laten draaien. We kunnen het proberen. Haal ik er even eentje vanaf. Op zich, als het wel werkt, dan zou dat natuurlijk top zijn. Zo. Gaat hij door? Ja. Ja, werkt het wel? Oh, kijk. Oké, nou top. Ik weet trouwens niet. Zou dit mijn probleem oplossen? Kan ik hem überhaupt plakken? Kan dit helemaal niet plakken, joh. Ik denk niet dat dit is wat we moeten doen. Ligt hier verder nog iets wat ik kan gebruiken? Ga in ieder geval eens even vanaf bovenaf bekijken. Hier is nog zo'n waterplatform. Oh, wacht even. Ik kon wel deze vastmaken, hè? Aan deze waterbollen, volgens mij. En dan kan ik natuurlijk op die manier wel hier naartoe slepen. Kijk, want water geleidt elektriciteit natuurlijk. Dus dat werkt wel. Nice. Oh, alleen nu is die weer dicht. We hadden er blijkbaar net één te pakken die bijna kapot ging. Sidon, je kracht is weer weg. Waarom is je kracht elke keer weg? Wat ze vlots. Oké, en dit is dan het laatste rad wat we open moeten draaien. Zodat de kraan begint te stromen. Ja, en dan kunnen we nu de baas laten verschijnen. Ik ben heel benieuwd naar die baas. Ze zijn allemaal gevuld. Nu hoeven we alleen nog maar het activatiepunt te gebruiken, Link. Ja, en ik denk ook even een maaltijd te eten. Ik denk dat dat op zich ook wel een goed idee is. Nou, deze tempel ging wel vrij snel, moet ik eerlijk zeggen. Sommige tempels duren heel lang, maar deze was wel goed te doen. Hotzaflots, daar gaan we. Ja. De meuk begint tegen te sputteren. De meuk is het er niet mee eens. Er komt waarschijnlijk een baas uit de meuk. Wat is dit voor gekke baas? Gek blubbermonster. Kom maar op. Sidon, kan je het zien? Kijk, het slijk is opgelost. Dan is het paleis nu vast veilig. Nou, maat, in mijn ervaring moeten we nog iets gaan doen. Kijk, kleine blubbermeuk. Dat is niet best. Nee, dat is inderdaad niet best, Sidon. Oh, het is Octopoonsie. Muktorok.
kwaad in de watertempel. Ja, ik denk niet dat we deze moeten onderschatten. Dit vreemde wezen zit er vast achter. Ja, dat denk ik ook. En hij ziet er zo klein uit. Maar verwacht maar niet dat het hierbij blijft. Kijk, dit bedoel ik. Een of andere gekke krokodil. Oh nee, het is een haai. Oh my god. Zet je maar schrap. Ja, ik denk dat wij ons ook even schrap moeten zetten. Kijk, mijn wapen is ook bijna kapot. Dat is best wel jammer, want dat was een heel goed wapen. We pakken deze. Die is ook best oké. Ik ga in ieder geval mezelf maar eens even beschermen. Kijken of ik hem kan raken zo. Ja, kijk. Dan krijgen we hem uit het water. En, oh, en dan kunnen we Muncto Rocky pakken. Let's go. Team, help even mee met Muncto Rocky pakken. Pak hem. Ja, heel goed. Oké, dit gaat vrij soepel. Dit gaat vrij soepel. We hebben hem al aardig kapot. Maar nu wordt hij weer een beest. Maar dan kan ik toch gewoon gelijk weer dit doen? Zo. Ik bedoel, ja. Dan doen we het toch gelijk weer? Ja, maar oké. Zo makkelijk is dit niet. Ik geloof het nooit. Kijk, oké, nu komt er dus overal ook meuk. Oké, ja, nou, maar als dit het is, dan kunnen we gewoon wachten tot hij ons aanvalt. Nou ja, laten we water gebruiken om wat weg te halen. Ik zeg, we vallen hem gewoon aan. Die gek. Hoppakee. En Muncto Rocky pakken. Lekker. Hots. Hotse flots. Kijk, hij kan nu natuurlijk wel makkelijk weg. Dat is wel waar. Dat is wel vervelend. Dus we moeten inderdaad wel wat water weg gaan halen, denk ik. Bij Sidon in de buurt blijven, want ik heb wel zijn kracht nodig. Sidon, je gaat niet in de meuk staan. Let's go. Oké, daar komt hij weer, de haai. Ik ga gelijk aanvallen. Zo. Ja, we hadden hem wel. Ik ga hem nu ook gewoon gelijk pakken. Zo, dan kan ik hem een paar klapjes geven. Dan gaat hij waarschijnlijk wegrennen. Let's go. Kan ik er achteraan? Nou, hij is wel aardig gek aan het doen. Nou, weet je wat? Laten we gelijk hier dit water weghalen. Oké. Hij is wel snel op deze manier. Nou ja, prima. Prima, Marco. Oké, waar gaat hij naartoe? Hi, kom eens. Kom. Ja, kom maar mij aanvallen. Ik pak jou, vriend. Ik pak jou. En ik pak je Mattie. En ik pak je Muncto Rock. Lekker. Oké, pak hem gelijk weer. Jammer. Ik wou hem gelijk nog een keer pakken, maar dat gaat helaas niet lukken. Maar hoef ik nog maar één keer te raken. En ik sta hier gewoon te chillen. Muncto Rock. Ga maar in je haar, jongen. Ga maar. Goed zo. Let's go. Hotse flots. Pakken hem. En mijn wapen is kapot. Dan pak ik nu mijn betere wapen. Die gaat ook kapot. Maar hij is helemaal kapot. Ja, jongen. Ja. Ken je een beetje lopen te kliederboelen? Maar het is gewoon gedaan met je. Tenminste. Is het gedaan met hem? Het is gedaan met hem. Nee, ik... Toch? Ja, nou ja. Dit ziet eruit alsof het gedaan is. Maar ik was even bang dat er nog wat zou gaan gebeuren. Maar nee. Eigenlijk wel, denk ik, de makkelijkste baas van allemaal. Misschien wel zelfs de makkelijkste tempel van allemaal. Ik denk het wel eigenlijk. Baasje was niet moeilijk. Tempel hebben we snel opgelost. En alle slijk verdwijnt eindelijk hier uit dit gebied. We krijgen weer een hartje erbij. Kunnen we altijd goed gebruiken. Volgens mij hebben we trouwens niet eens een klap gekregen. Volgens mij zijn we niet één keer geraakt door deze baas. Lekker man. En het traantje, die is straks voor Sidon. Hoppakee. Extra hartje erbij. Volgens mij hebben we er nu een stuk of 16 of zo. Volgens mij hebben we deze baas gewoon in ongeveer 2 minuten verslagen. Want je ziet linksbovenin dat mijn aanvalskracht nu op is. En die was 2,5 minuut. Ja, kijk maar even naar deze traan. Je hebt waarschijnlijk nu nog geen idee wat het is. Maar ja, dit weten wij natuurlijk al. Dit hebben we al 3 keer eerder meegemaakt. De traan wordt gegeven aan degene die ons helpt. En ja, dat is toch wel Sidon. Die heeft ons bij de baas toch wel goed geholpen. Ook al was hij steeds lekker een beetje weg aan het lopen toen we hem nodig hadden. Uiteindelijk heeft hij ons wel goed geholpen. Let's go. Hier zien we de voorouder van Sidon. De dierbare afstammeling. Dat is hij. En hij zegt, ja, daar is die stem weer. Kijk. Daar is je voorouder. De eeuwenoude Zora. Yes. Die heeft een beetje een olifant helm, volgens mij. Ja, dit was dus ook een wijze die het water beheerste. En ook hij is de trots van zijn rijk, van zijn stam. You bested the monster that sullied our domain,
but it was a servant of a greater evil, the Demon King. His true purpose was to prevent you from a... Kijk, en zij droeg die traan dus op haar handen. Ze dragen de traan allemaal op een andere plek. De ene in hun oorbel, de ander aan de enkel en zij dus op haar handen. And it is important you know more about the stone and the Demon King. So listen closely to what I have to say. It concerns the imprisoning war and the destiny of... En ook zij vertelt weer over de verzegeloorlog, het verhaal wat we al meerdere keren hebben gehoord. Maar ik ben dus heel benieuwd of Rauru nog een grotere rol gaat spelen nu dat we dus alle vier de tranen hebben. Ik vind het wel jammer dat we hun gezichten eigenlijk allemaal niet zien, omdat ze allemaal een helm op hebben. Vecht aan de zijde van zwaardvechter Link. Ja, ja, we krijgen ook de kracht van Sidon erbij. Wel lekker, want dan hebben we gewoon altijd een schild bij ons eigenlijk. Ja, oh ja, ja, inderdaad, Sidon. Accepteer deze traan. Dan neem ik even een slokje water. Zodat ik Sora's domein... Ik kwam om het Sora-domein te redden, maar heel Hyrule heeft mijn help nodig. Ik zal mijn best doen. Net als mijn voorouder. Nou, zo hoor ik het graag, maat. Zo hoor ik het graag. Ja, dit is ook weer een mooi steentje, hoor. Yes! Ik ben de wijze van het water. Dat is gauw mijn nieuwe kracht. Yeah, oh, dit is wel vet. Ja, die maakt een mooie entrance. Als een echte prins. Hij is ook wel flink groter dan Link eigenlijk. Moet je zien hoe groot die guy is. Link, geef me je hand. Yes! Oké dan. De kracht wordt overgedragen. En zoals je net al zag, er zijn nog 2 bruine ringen aan de hand van Link. Hiermee wordt 1 bruine ring natuurlijk gekleurd. Maar dan is er dus nog 1 over. Ik denk echt dat Rauru... of de afstammeling van Rauru ook nog een rol gaat spelen in deze game. Kijk, hoppakee. De kracht van het water trekt door zijn arm richting zijn hand en zijn vingers. En deze gaat dus in zijn wijsvinger. En je ziet het, zijn middelvinger, die is nog niet geholpen. En trouwens ook niet wat hij hier heeft zitten op zijn hand. Maar ik weet niet of dat gaat gebeuren. Maar daar is Sidon, of nou ja, de geest van Sidon. Met die ring zal mijn kracht altijd bij je zijn. Hell yeah! We werken weer samen. Laten we teruggaan naar het paleis. Ja, waar koning Dorfen nog steeds in de geheime kamer zit. Die bemerkt wel iets. Kijk, zie je ook het slijk verdwijnt van zijn lichaam. En dan kan hij eindelijk weer een beetje normaal functioneren. En misschien naar zijn troon toe. Ja, ja, ja. Kijk. Oh ja, beter man. Beter. Al het slijk weer weg. Geen problemen meer hier bij het Sora-domein. Het wordt gewoon weer net zo mooi als hoe het was in Breath of the Wild. Ja. Kijk, hier deden we het voor. Heel nice. De Sora-kinderen kunnen weer spelen. Tenminste, hoeven ze niet meer hier in deze troonzaal te spelen. En Jonas zegt, Link, welkom terug. En heb je het gezien? Het slijk is helemaal verdwenen. Je hebt het Sora-paleis en alle inwoners gered. We zullen je voor altijd dankbaar zijn, Link, vanuit het diepste van ons hart. En Sidon, mijn zoon, samen met Link heb je het paleis gered. Die inspanningen waren waarlijk magnifiek. Ik kan zonder enige twijfel zeggen dat je het verdient om mijn opvolger te zijn. En ik heb besloten om hier bij troonsafstand te doen. En jou tot de nieuwe Sora-koning te kronen. Vader, u overrompelt me, zegt Sidon. Maar Dorfen heeft het al enige tijd overwogen, mijn zoon. Neem Yone als je koningin en bestijg de troon. Ik weet dat het Sora-paleis dankzij jullie een mooie toekomst tegemoet gaat. Sidon zegt, ik, koning, word. Hij heeft geen woorden richting Yone en Yone knikt alleen maar. En Sidon knikt terug, soort van, ja, zo doen we dat, zo. Wij gaan trouwen, met een knikje. En hij zegt dat hij zijn vader niet zal teleurstellen. Nou, nice, dus we hebben een kroning hebben we voor de boeg. Alle Zora's zijn zo te zien van de partij om dit te aanschouwen. En Mutsu die roept op tot orde. Daarboven staat Sidon met Yone. En hij zegt, ik heb de troon van mijn vader Dorfen geërfd en ben nu jullie koning. En met veel genoegen stel ik jullie voor aan koningin Yone. Ja, oké, zij is cool. Zij heeft ook een grote rol gespeeld hoor. Yay!
ze zijn blijer met de koningin dan met de koning, zo te zien. Nu het slijk is verdwenen, kunnen we weer zonder vrees onder een heldere lucht zwemmen. En dat is allemaal dankzij koning Sidon, de zwaardvechter Link en de inspanningen van iedereen hier in het Sora-paleis. En het is met groot genoegen dat ik nu ook tot het Sora-paleis toetreed. Maar we kunnen niet op onze vinnen zitten. Yoda heeft gelijk. Zolang Hyrule door golven van onheil wordt bedreigd, kan de vrede van de Zora's als een zeepbel uiteenspatten. En nu zijn de Zora's aan de beurt om jou te helpen, Link. We staan allemaal achter je. Dat zal de allereerste taak zijn van Yona als mijn vrouw. En van mij als jullie nieuwe koning. Ja, wel cool. Wel vet. Eerlijk. Maar laten we het eerst hebben over Prinses Zelda, zegt Sidon. Oh, we gaan weer even terug in de tijd nu. De vrouw die de wijze van de tijd werd genoemd in het tafereel dat we zagen toen de geheime steen ontving, om te zeggen dat zelfs 2 druppels water op Prinses Zelda leek, gaat niet ver genoeg. Dat was onze Zelda. Maar wat betreft de Prinses Zelda die hier bij het Sora-paleis aan anderen kwaad doet en zelfs vader heeft aangevallen, ja, dat kan Prinses Zelda niet zijn. Die Zelda komt uit een ander tijdperk, denkt Sidon. Maar wie ze dan ook is, we moeten haar vinden en het aan haarzelf vragen. En ik help je doordat onze kracht nu aan elkaar verbonden is. Nice. Oké. Maar nu hebben we dus alle tempels gefixt. Wat gaan we nu doen? Dorfin die zegt, ik denk dat iedereen in het uitkijkkamp graag zou willen horen wat je allemaal hebt ontdekt. Waarom ga je daar niet heen om verslag uit te brengen over wat je allemaal te weten bent gekomen? Het gaat dus verder. In de volgende aflevering. En dan gaan we zien wat we nu moeten doen, nu we alle 4 de tempels hebben gefixt. Ik kan niet wachten en ik hoop jij ook. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je daar. Mazzel!